Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 10 juni van Weerplaza. Het is voorlopig nogal wisselend. Op de satellietfoto zien we wolken, maar ook opklaringen in ons land. Lokaal valt er vanochtend een enkele bui, maar op veel plaatsen is het droog en schijnt de zon geregeld bij 17 tot 19 graden. Vanmiddag ontstaan er vooral in het midden en zuiden van het land een paar buien. Bij een bui is kans op onweer. De temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noordwesten tot 24 in het oosten van het land. Vanavond vallen nog verspreid over het land een paar buien bij 17 tot 19 graden. Morgen zien we overwegend veel bewolking met in de ochtenduren vooral in het noorden af en toe wat regen. In het zuiden begint de dag droog met wat zonneschijn. In de middag komen in het hele land verspreid een paar buien voor. Met 16 tot 20 graden is het minder warm. Woensdag wordt het ook hooguit 20 graden. De buien trekken in de loop van de dag weg. Donderdag en vrijdag blijft het nagenoeg droog en wordt het weer warmer. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.